Hallo mensen, welkom bij Euro Truck Simulator. Ik ben Christophe en vandaag gaan we weer rijden met onze truck, niet waar? We gaan eens kijken op de wereldkaart naar waar wij moeten en waar wij ons al bevinden. En wij bevinden zich ons aan de grens met, wat is dat hier? Met Oostenrijk. We bevinden ons aan de grens met Oostenrijk. En we moeten naar Verona. Dus dat is door Oostenrijk naar Verona. Boh, ik denk dat ik genoeg gepraat heb. Nee, was dat niet? Oké. Okay. Dus een tolweg in Zwitserland. Eigenlijk niet logisch, want je moet geen tol betalen in Zwitserland. Dan moet je gewoon betalen omdat je in het land mag rijden. Want het is niet lid van de Europese Unie. Maar genoeg gezegd, wij gaan nu rijden met onze truck. We hebben een webcam goed zetten. Oké, een webcam staat goed. En we zijn weg. We zijn weg. Het is ondertussen avond, zoals je kunt zien. Het is rustig op de baan. 21 uur, dat is het punt. Het is avond. Ik ga mijn lichtbalk aansteken, want het is donker geworden. En we komen aan in een tankstation. Waar wij iets nodig hebben in een tank. Gaan slapen. We moeten iets doen, dus kijk. Ja. Dus wij gaan drie stoppen in de tank, dat is een lange partij. Dus hola. We komen dus nu aan de grens van Duitsland en Nederland. Oostenrijk, ja, Oostenrijk. Duitsland en Oostenrijk komen de grens van Duitsland en Oostenrijk over aan. Ik ben benieuwd hoe die wegen hier uitzien, want ik ben nog nooit naar Oostenrijk geweest en zelf al dat ik nooit zo graag geraakt heb op Oostenrijk. Ik ga meestal altijd naar de Oostenrijk, ik heb nog geen tipo, de wegen zijn een beetje smal om hier voorbij te steken en wel die bochten. Beter dat ik hier wat trager rijd dan dat ik pan val en dat ik naar de daarom ben ik een beetje trager dan dat ik hersteld moet worden. We zitten nu in Oostenrijk. Het ziet er mij nogal bergelijk uit als je dat ziet. Voor ons een fantastische berg. Een hele mooie berg. Ik ga nu naar Verona. Ik had gezegd Verona, ik ben dat al net voor deze Verona. Een hele mooie stad. Corona is waarbij een rood tankstation daar is opgegaan. Al afstand. We gaan deze video bij een rood tankstation afsluiten. Of bij een rood tankstation afsluiten. Voor een gaat niet voorbij steken, maar ja, dat is een beetje lastig. De meeste van die vrachtwagen zijn hier af. We komen langs de andere kant van hier op. Het is echt zo van, oké, waarom rij je dan hier af? Je rijdt hier af en dan rij je langs de andere kant van hier op. Niet logisch, maar... Je moet rusten, maar... Oh nee, dat is geen tankstation, dus... Ik zie... Ze kunnen niet rusten. Fijn, dat is geen redenering, hè. En ik zie een kasteel op het berg. Boven op het duimpje, ja. Er staat een kasteel. Boven op het duimpje. Oh, nou, nou. Dat zie ik niet. Duimpje. Nee, je kunt het andere duimpje op. Nou, nou. Duimpje, duimpje.
Ik kan ook niet wachten, hè. Had ook je ziet ook dat ik aan het manoeuvreren ben en jij... Ik moet nog door. Ja. Enter. Mensen, wel bedankt voor het kijken. Als je genoten hebt van deze video, doe dan alvast dat blauwe duimpje omhoog. Wil je meer video's van mij? Word dan lid van mijn kanaal door jou te abonneren. En dan, dan zeg ik tegen jullie. Dag mensen en tot de volgende keer bij een nieuwe review van Euro Truck Simulator of iets anders. Dag mensen! Eventjes opslaan, mensen, zodat mensen niet vrij krijgen. Dat is leuk. En we gaan nu stoppen.